GGZ-instelling Parnassia neemt tot september geen nieuwe patiënten meer aan. Er zijn namelijk niet genoeg behandelaars. Door het tekort loopt de wachttijd tot behandeling nu te veel op. Hierdoor staan patiënten langer dan 5 weken op de wachtlijst. Door op de pauzeknop te drukken hoopt Parnassia de wachtlijsten weg te kunnen werken. In september wil de GGZ-instelling weer nieuwe patiënten aannemen. Vanaf dinsdag kan iedereen zich laten vaccineren zonder afspraak. Het prikken zonder afspraak geldt voor iedereen die nog geen vaccinatie heeft gehad. Voor de tweede prik moet er wel een afspraak worden gemaakt. GGD Haaglanden hoopt hiermee meer mensen over de streep te trekken om zich toch te laten vaccineren. Het prikken zonder afspraak geldt alleen voor de priklocatie bij het ADO-stadion.